Het woord ja. aan de heer Runia. Goed. Oh, ik zal nog even... Ik ben nog één ding vergeten, maar goed dat ik een microfoon heb. Ja, u heeft vandaag al een heleboel met elkaar kunnen discussiëren en praten over het organiseren van de Week van de Vooruitgang. En nou hoop ik dat u, ondanks al uw, laten we zeggen, verstandelijke arbeid, nog niet in slaap bent gevallen. Althans, dat u nog niet die neiging heeft, want een zeer geslaagd spotje zorgt ervoor dat wij vinden dat wij om 4 uur een dip mogen hebben. En dan hebben we dat dus ook. Om te voorkomen dat ik mij dat zelf overkomt, heb ik mijzelf een lekker glaasje dubbeldrank ingeschonken. En dat ga ik, en dan moet, zou ik even willen vragen, zou u misschien de microfoon even willen vasthouden? Altijd. Nou ga ik even proberen om deze hoeveelheid in dit kleine bekertje te krijgen. Want dit is mij te veel voor deze speech. Oh. Ja. Dat lukt altijd weer. Cheers. Ja, ik doe dit om u vast een beetje te prikkelen. Omdat u automatisch al denkt, dat is niet mogelijk. Nou, u weet ook, hij doet dat niet voor niets, dus het zal op een of andere manier wel mogelijk zijn. En ik zal straks uitleggen hoe het komt dat u automatisch, u hoeft daar niet eens over na te denken, eigenlijk al denkt, dat is niet mogelijk. Duurzame mobiliteit en evolutie. Het is al gerefereerd, het is het jaar van Darwin. 200 jaar geleden werd hij geboren, 150 jaar geleden heeft hij On the Origin of Species geschreven. En 12 jaar later zou hij nog iets schrijven over de moraalontwikkeling van de mens en überhaupt de afstamming van de mens in The Descent of Man. Daar wil ik starten, daarom. En in het middelste gedeelte zullen we, en op uw documentatie kunt u ook zien dat het is opgedeeld in 3 stukjes. In het middelste gedeelte zal ik me bezighouden met de vraag waarom het regelmatig voorkomt, althans, dat mensen niet willen veranderen, ook al is het soms verstandig om wel te veranderen. En in het laatste gedeelte komen we weer terug bij mobiele voertuigen of onze instrumenten waarmee wij ons verplaatsen, namelijk in ons geval de duurzame mobiliteit. Ik ga niet Darwin's theorie opnieuw uitleggen. De twee pijlers waar die op rust, althans in de oorspronkelijke Darwiniaanse theorie, dus niet de neo-Darwiniaanse theorie met genmutatie enzovoort, daar wist Darwin nog helemaal niks van. De ene pijler is de erfelijke modificatie. Dus Darwin ging uit van een apparaat waarmee het mogelijk was om zich aan te passen en vervolgens dat het erfelijk was, dus dat het overdraagbaar was. Hij sprak dan ook van descent by modification. En ik geloof dat Herbert Spencer later met de term evolution kwam. En natuurlijk, natuurlijke selectie, die twee pijlers. Een mooi voorbeeld is geloof ik, 4 maart is dat verschenen in het blad Biology Letters, waarin onderzoekers van het prestigieuze Max Planck Instituut voor Evolutionary Anthropology hebben gepubliceerd dat er sprake is in Congo van een specifieke groep chimpansees die in staat zijn om hun termietenvishengel aan het eind zodanig aan te passen dat zij meerdere termieten zullen vangen dan ten opzichte van een groep chimpansees die gewoon een stok erin prikt. Prachtig voorbeeld van instrumentele adaptatie. Zij gebruiken hun hersens. En Darwin die zou dan ook zeggen dat deze groep chimpansees althans beter is aangepast dan die andere groep chimpansees aan onze omgeving. Ik wil even een citaat voorlezen uit The Origin of Species zelf, waarin hij spreekt over the struggle for existence. En het is overigens ook weer Herbert Spencer geweest die dan survival of the fittest heeft geïntroduceerd. Maar hij spreekt hier over struggle for existence. Ik lees even voor en u kunt het ook meelezen. In the preservation of favored individuals and races, during the constantly recurrent struggle for existence, we see the most powerful and ever-acting means of selection. More individuals are born than can possibly survive. A grain in the balance will determine which individual shall live and which shall die, which variety of species shall increase in number and which shall decrease, or finally become extinct. Dus Darwin die zegt ook, ja, er groeien, of de populatiegroei is groter dan de hoeveelheid gegeven aanwezige voedsel.
En wat je dan krijgt is, dat heeft hij dan ook van Thomas Malthus geleend. Een parlementariër, notabene, die heeft een treatise geschreven over populatie. En Malthus die zei, ja, gegeven een bepaalde hoeveelheid voedsel... Zal een plafond worden bereikt als de bevolking alsmaar groeit. Het Malthusiaans plafond werd dan ook geïntroduceerd. En uiteindelijk kan het misschien leiden tot een Malthusiaanse catastrofe, dus de populatiegroei stort in, gegeven een beperkte hoeveelheid aanwezig voedsel of een beperkte aanwas van nieuw voedsel. Dus Darwin pleit er natuurlijk ook voor, vooral in The Descent of Man, dat mensen zo slim mogelijk om moeten gaan met hun instrumenten om althans te voorkomen dat er een Malthusiaanse catastrofe bij ons zal plaatsvinden. Laten we dan eens teruggaan naar onze eigen instrumenten. De auto. Het is de bedoeling dat wij mensen proberen zo slim mogelijk om te gaan met onze natuur. Dat zal niemand met ons oneens zijn. En het is daarbij voor ons misschien interessant om te kijken waarom het komt dat mensen... Veel mensen kiezen toch voor een vierwiel aangedreven zescilinder lease diesel met limousine aspiraties. En niet kiezen voor een duurzame type auto. Met andere woorden, ik wil me concentreren op de vraag: waarom is het soms dat mensen regelmatig niet willen veranderen? Ik ga nu de psychologie induiken met u. The Theory of Cognitive Dissonance van Leon Festinger. Er zijn veel theorieën uit de psychologie afkomstig. En soms moeten ze met een korrel zout nemen. Maar net deze is ontzettend goed getest, al 50 jaar lang, minstens. En The Theory of Cognitive Dissonance. U ziet hier het woordje cognitive. En wat ik nu eerst even met u wil exploreren is het woord cognitive. Oh, overigens, Leon Festinger is dus deze man. Hij was hoogleraar bij heel veel universiteiten. En de laatste was de New School for Social Research in New York. Wat is nu cognitie? Ik concentreer me even op de... Wat is cognitive? Wat is cognition? Wat is cognitie? Nou, ik hoorde al iets over ontwikkelingspsychologie. Ik denk dat het in ieder geval arguable is dat... Het is te beargumenteren dat Jean Piaget gezien kan worden als de vader van de, althans klassieke, ontwikkelingspsychologie. En hij heeft onderzocht de cognities bij kleine kinderen. Wat ik zo dadelijk laat zien, dat is een kind van, ik denk, jonger dan 5. Althans, dat zou moeten volgens zijn eigen schema's. En wat u ziet is precies wat hij fout doet, is precies wat u goed deed. U heeft waarschijnlijk aangenomen dat het niet mogelijk was dat die hoeveelheid water in dat kleine glaasje kon. Dit kindje heeft dat nog niet zo. Ik zou zeggen, kijkt u even mee. Ik hou de microfoon even bij de luidspreker. Does this one have more? Does this one have more? Or are they the same? The same. Okay. What about... That's really good. Let's... Okay. So, does this one have more? Does this one have more? Or are they the same?